In 1776 schreef een zekere Charles Burney het eerste boek over de muziekgeschiedenis. En daarin zei hij: muziek is een onschuldige luxe, feitelijk niet nodig voor ons bestaan, maar het is een grote bevrediging van het gehoor. Dat is het totale tegenovergestelde van wat de beroemde componist Bach 50 jaar daarvoor beweerde toen hij zei: bei einer andächtigen Musik ist alle Zeit Gott mit seiner Gnaden Gegenwart. Het verschil tussen deze twee opvattingen over muziek past binnen de verandering in het denken van de mensen in de 18e eeuw. Die periode staat bekend als de Verlichting. Filosofen gingen zich afvragen of de mens niet in staat was zelfstandig na te denken in plaats van altijd maar te luisteren naar wat de kerk hen vertelde. Beroemde verlichte denkers zijn bijvoorbeeld Immanuel Kant en Jean-Jacques Rousseau. De belangrijkste gedachte van de filosofen van de 18e eeuw was dat de mens een individu is dat in staat is om de wereld zelf te leren kennen. De wetenschap, de politiek en de kunst moesten dus bijdragen aan het welzijn van het individu. Dat heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat er belangrijke afspraken over de samenleving op papier werden gezet, in bijvoorbeeld deze verklaring van de rechten van de mens, waar we nog steeds best wel veel aan hebben, en in de beroemde Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring. In de loop van de 18e eeuw werd de macht van de kerk en van de adel daarom langzaam maar zeker kleiner. Een steeds grotere groep van burgers, van individuen, gingen zich bemoeien met de politiek en met de samenleving. En kunstenaars gingen zich dus ook steeds meer richten op die burgers en werkten steeds minder voor koningen of kerkleiders. Met andere woorden, er kwam een andere opdrachtgever voor kunst en daarmee veranderde de cultuur en de culturele wereld ook. In de tijd van de Renaissance en van de Renaissance muziek dus, waren de beroemdste componisten allemaal in dienst van machtige opdrachtgevers. Mannen die ik eerder noemde, Palestrina, Monteverdi, Bach, die werkten afwisselend voor de adel en voor de kerk. Maar halverwege de 18e eeuw kwam er een nieuwe generatie componisten en die gingen schrijven voor een breder publiek en een publiek met een andere smaak. Bovendien verschenen er tijdschriften over muziek met nieuws over componisten en met recensies van concerten. Het was de bedoeling dat componisten muziek schreven die de luisteraar tegemoet kwam, zodat hij kon ontspannen en zich juist niet zou moeten inspannen om het te begrijpen. Muziek moest aangenaam klinken en ontroeren en niet te veel versierd en niet te complex zijn. Dus die lastige polyfone muziek van bijvoorbeeld Bach was niet geschikt voor de burgerij. De filosoof Rousseau, die ik eerder noemde, die schreef zelfs: twee melodieën tegelijk zingen is als twee redenvoeringen tegelijk houden om meer effect te hebben. Lange tijd werd de muziek van Johann Sebastian Bach dan ook als onnodig moeilijk beschouwd. En opvallend genoeg was het een zoon van die grote Bach die als een van de eerste componisten meer toegankelijke muziek ging schrijven. Carl Philipp Emanuel Bach was een van de belangrijkste componisten halverwege de 18e eeuw. En zijn stijl staat bekend als de empfindsame stijl, wat we in het Nederlands wel eens de sentimentele stijl noemen. De muziek van de oude Bach die is gecontroleerd en gestructureerd, terwijl de muziek van zijn zoon veel frivoler en verrassender is met plotse melodische veranderingen en vreemde modulaties. Laten we maar eens even een stukje luisteren naar een pianosonate, een stukje uit de pianosonate van niet de beroemde oude Bach,
maar zijn zoon C.P.E. Bach. In de tweede helft van de 18e eeuw werd muziek niet langer in het paleis van de vorst of in de kerk uitgevoerd, maar ook in openbare ruimtes waar die burgerij toegang toe had. Een populair genre in die tijd was de kamermuziek. Dat zijn concerten met een kleine bezetting en vaak met maar één instrument per partij of per instrumentengroep. Een bekende componist van dit soort kamermuziek uit de 18e eeuw is de Italiaan Luigi Boccherini. En zijn strijkkwartet in E is wereldberoemd geworden en geeft een goed voorbeeld van de losse en de toegankelijke muziekstijl in die periode. Dit is dus een voorbeeld van kamermuziek uit de 18e eeuw, populaire muziek voor de burgers. Met een kleine bezetting, hè? Want het moest bij mensen thuis gespeeld kunnen worden en dan kun je natuurlijk niet met een enorm orkest uitpakken. Twee belangrijkste componisten van de late 18e eeuw zijn allebei Oostenrijkers en ze horen allebei bij de bekendste componisten uit de geschiedenis. Het zijn Joseph Haydn en Wolfgang Amadeus Mozart. Hun muziek behoort tot een periode in de muziekgeschiedenis die we de klassieke periode noemen. Vandaar ook de term klassieke muziek. Haydn was veel ouder dan Mozart, maar ze waren toch goede vrienden, ondanks dat ze wel totaal verschillende persoonlijkheden hadden, want Haydn was een bescheiden man en een harde werker. Hij is de laatste grote componist die in vaste dienst van de adel was. Hij werkte heel lang voor de Hongaarse adellijke familie Esterházy en dat vond Haydn prima. Hij schreef zelf: mijn heer was tevreden met al mijn werk. Men prees mij en als dirigent van een orkest had ik de mogelijkheid om te experimenteren, te kijken wat een bepaald effect versterkte of juist verzwakte. Aan de hand daarvan kon ik verbeteringen aanbrengen, wijzigen, weglaten en nieuwe dingen uitproberen. Dat dwong me origineel te zijn. De output van Haydn was dan ook enorm. Hij heeft maar liefst 104 symfonieën geschreven en hij wordt daarom ook wel de vader van de symfonie genoemd. Nou, wat is een symfonie? Een symfonie is een groot werk voor orkest dat meestal bestaat uit 4 delen, waarvan het eerste en het vierde deel wat sneller zijn en het tweede en het derde deel wat langzamer. En in het laatste deel van een symfonie kan een componist vaak helemaal losgaan. Want wat is het mooie van de symfonie? Daarin heeft de componist de beschikking over instrumenten met allerlei klankkleuren. Hij heeft de koper- en de houtblazers, hij heeft de strijkers, hij heeft slagwerk en hij heeft eventueel een harp of een piano. En zo'n symfonie heeft een veel grotere bezetting dan een orkest voor kamermuziek. Het zijn veel meer instrumenten bij een symfonie. En voor het opvoeren van een symfonie heb je dan ook een grotere ruimte nodig dan voor het opvoeren van kamermuziek. En daarom worden de eerste grote openbare concertgebouwen ook eind 18e eeuw gebouwd. Omdat Haydn zoveel geschreven heeft, is het moeilijk om te zeggen wat zijn bekendste werk is. Hij heeft een oratorium geschreven, dat is kerkmuziek.
Dat heet die Schöpfung, de schepping. Het gaat ook over de schepping van de wereld volgens de christenen. En die Schöpfung wordt nog best veel uitgevoerd. Maar de beroemdste van zijn symfonieën, die schreef hij natuurlijk niet voor de kerken. Symfonieën worden in principe niet voor de kerk geschreven. Die schreef hij ook niet voor de adel, niet in Hongarije waar hij werkte of in Wenen, maar in Londen. En de Britten zagen Haydn in die tijd als de grootste componist ter wereld. En voor het Londense publiek wilde hij dan ook iets schrijven wat 40 jaar aan ervaring in componeren bij elkaar bracht. Dus laten we eens even luisteren naar een gedeelte uit de Londense symfonieën van Joseph Haydn. Symfonie nummer 104 van Joseph Haydn, Radio Kamerfilharmonie, dirigent Frans Brugge. Dat was muziek van Haydn, nu naar misschien wel de allerbekendste componist uit de geschiedenis, Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart was qua persoonlijkheid in niets te vergelijken met Haydn. Mozart was een wonderkind, hij was druk, hij was opvliegerig, we zouden dat tegenwoordig ADHD noemen. Mozart was een echte showman. En je zou... Nee, ik stop gewoon een fragment daarvan hierin. Een fragment uit de film Amadeus uit 1984. Oscar-winnende film over het leven van Mozart. En de manier waarop de acteur Tom Hulce Mozart hier neerzet... laat wel goed zien wat voor type
wat voor persoon het was. Even een fragmentje uit Amadeus. De vader van Amadeus Mozart woonde in Salzburg en was muzikant aan het hof van de aartsbisschop, dus die was in dienst van de kerk. Maar toen de kleine Amadeus in 1756 geboren werd en al snel een wonderbaarlijk muzikaal talent bleek te hebben, gaf hij zijn baan op om zich volledig op de begeleiding van zijn zoon te richten. Hij reisde met zijn zoon door heel Europa. Overal mocht de jonge Mozart spelen voor een enthousiast publiek. En in 1765 trad dat kleine jongetje al op in Haarlem. En in de krant van die tijd stond: de liefhebbers kunnen na hun plezier hem muziek voorleggen. Hij zal hetzelfde alles voor de vuist spelen. Met andere woorden, Amadeus deed ook aan verzoeknummertjes. Op zijn zesde schreef Mozart zijn eerste eigen werk. En nog voordat hij 9 jaar oud was, had hij al zijn eerste symfonie op papier staan. Zijn eerste opera had hij af op zijn 12e. En door al zijn reizen door Europa pakte de jonge Mozart uit allerlei culturen en tradities muzikale elementen mee die hij zijn hele leven kon gebruiken in zijn muziek. Een bekend voorbeeld daarvan, van zo'n exotisch element, is zijn beroemde Turkse Mars, die hij schreef rond 1780. En de Turkse Mars van Mozart is ook een heel bekend stukje muziek geworden. Luister maar. Tegen de adviezen van zijn vader in besloot Wolfgang Amadeus Mozart in 1781 weg te gaan uit Salzburg en in Wenen te gaan werken. Dat was een iets grotere stad. Hij werd al snel de lieveling van de Weense burgerij. En in die periode schreef hij dan ook bijna alle stukken die onsterfelijk zijn geworden, zoals de Serenade voor strijkers nummer 13 in G majeur, die wij beter kennen als Eine kleine Nachtmusik.
In Wenen schreef Mozart maar liefst 17 pianoconcerten en volgens zijn vader waren ze een aangename middenweg tussen al het te makkelijke en het al te lastige. Heel sprankelend, prettig in het gehoor liggend en ongekunsteld zonder saai te zijn. Er zijn hier en daar passages waar alleen kenners genoeg aan kunnen beleven, maar die passages zijn zo geschreven dat ook de minder ingewijden er zeker van zullen genieten, zij het zonder te weten waarom. Mozart schreef ook een aantal opera's in verschillende stijlen, van meer komisch tot meer tragisch. En Mozart-opera's worden nog vaak opgevoerd overal in de wereld. Sommige schreef hij in het Italiaans, zoals Le Nozze di Figaro en Don Giovanni. Maar Mozart's bekendste opera is een opera in het Duits, Die Zauberflöte. En daarin combineert Mozart allerlei muzikale elementen uit de 18e eeuw. De klassieke zang uit Italië, de volkse humor van de Duitse muziek en zelfs meer plechtige Bach-achtige koorliederen. Even wat fragmenten uit Mozart's opera Die Zauberflöte. In Die Zauberflöte zing en speel ik de rol van Papageno, de vogelvanger. En één keer blazen op mijn Papagenofluit. En daar zwermen de vogels al naar mij toe. Terwijl hetgeen wat ik zoek in het leven zijn die vogels niet, maar is Papagena. Kom weer een Papageno. 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 Wat heel vaak gebeurt met Papageno is dat het ontzettend bijna theater van de lach wordt. Dus alles wat voor een makkelijk komisch effect zorgt, dat overkomt als een Papageno. Wat Simon heel erg gezocht heeft en waar ik met hem mee gezocht heb, is proberen die makkelijke weg te ontlopen. Dus om Papageno vooral allerlei situaties te laten beleven die echte situaties zijn. En van daaruit reageert op de wereld. In deze voorstelling horen we ontzettend veel geluidseffecten. Als je goed de tekst leest van Mozart zelf, ook als je leest over hoe er toen theater werd gemaakt, dat ging van de ene dondermachine naar de andere, naar de windmachine, naar vogelfluitjes, al dat soort dingen. A Foley artist generates sound in synchronization with the action that people usually see on film and television. You can see through a window exactly what I'm doing, whilst also seeing the action carried out by the singers and the performers on stage. Dat levert op een bijzondere manier van op de bühne zijn, ook van in de zaal zijn. En dat levert ook iets op wat misschien nog veel natuurlijker is dan dat een opera als theater alleen maar is. Nu wordt er gespeeld, dan wordt er even gesproken, dan wordt er weer wat gezongen, dan wordt er weer wat gespeeld. Waarbij je een heleboel dingen probeert weg te laten die eigenlijk natuurlijk zijn. We do have these opportunities in these dialogue scenes where Mozart hasn't written any music, but we can really help to propel the story forward and create more atmosphere so that when the music does happen, it really packs a punch. Tot slot, Mozart's meest legendarische werk. Dat schreef hij net voor zijn vroege dood in 1791. Nou ja, hij begon eraan, maar hij ging dood voordat het af was. Uiteindelijk is het dan ook afgemaakt door zijn leerling, Franz Xaver Süssmayr. En tot op de dag vandaag is het onduidelijk welke gedeeltes door Mozart zelf en welke door zijn leerling, die Mozart zelf lang niet als zijn beste leerling beschouwde, zijn geschreven. Het werk is een zogenaamd requiem. Dat is kerkmuziek die past bij een katholieke dodenmis
en die wordt geschreven op vaste teksten in het Latijn. Al eeuwenlang schrijven componisten muziek bij die teksten. En een requiem begint dan ook altijd met de woorden requiem aeternam dona eis domine. Dat is Latijn voor verleen hen eeuwige rust, o Heer. En er zijn in de muziekgeschiedenis veel beroemde requiems geschreven. De een nog mooier dan de andere. Door bijvoorbeeld componisten als Verdi, Fauré, Brahms. Maar de meest bijzondere is van Mozart. En dat komt niet alleen door de fantastisch mooie muziek, maar ook doordat er allerlei mythes omheen hangen. Want Mozart schreef dat dus op zijn eigen sterfbed, toen hij pas 35 jaar oud was. Maar we weten niet wie de opdrachtgever was. Dus er zijn zelfs complottheorieën dat Mozart vergiftigd is en de opdrachtgever hem zijn eigen requiem had laten schrijven, dus zijn eigen dode muziek. Of componeerde Mozart, lijkt me iets logischer, het zelf wetende dat hij stervende was. Hoe dan ook, het Requiem van Mozart heeft een van de spannendste openingen uit de muziekgeschiedenis. De strijkers die spelen een heftig ritme en de houtblazers schuren tegen elkaar aan. En dan begint het koor met die openingswoorden Requiem aeternam. Zo is het. Het hele Requiem van Mozart duurt iets minder dan een uur. En dat is een uur waarin je als luisteraar alle kanten op wordt geslingerd. Hoogtepunten zijn niet alleen
de opening die we net hoorden, maar ook gedeeltes met titels als Kyrie, Lacrimosa en het zinderende koorlied. Heel toepasselijk komt er nu een ambulance voorbij, want zo zinderend en angstaanjagend is dit koorlied, het Dies Irae. Het gedeelte dat gaat over de dag des oordeels. Dies Irae uit het Requiem van Mozart. Go. Mozart heeft dus maar 35 jaar geleefd, maar hij is toch een van de bekendste, misschien wel de bekendste componist uit de geschiedenis. En dat komt door zijn opmerkelijke persoonlijkheid, maar zeker ook door zijn briljante muziek. Maar toen Mozart doodging, stond de volgende grote componist al klaar om de taak van Mozart over te nemen. En die zei over Mozarts Requiem: als hij het niet zelf geschreven heeft, dan was de man die het wel gedaan heeft een Mozart. En de reden die dat zei was Beethoven. Tot de volgende keer.